Hallo, ik ben Robert Habers en ik ben de oprichter van de Rode Ridder Wiki. En welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we het hebben over een aantal onderwerpen. Gewoon over geen specifiek onderwerp. Dat komt de volgende keer en de volgende keer. Dus vandaag gaan we lekker over veel onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld, wat doe ik zo allemaal op de Rode Ridder Wiki? En wat komt er allemaal zo binnen op in een normale werkweek of dagelijks? Ik ga het allemaal hebben over verschillende onderwerpen in dit vlog. Dus ja, daar ga ik het vandaag over hebben. En ik wens jullie veel succes met het kijken. Nou, zoals jullie weten is mijn cameo van vorig jaar natuurlijk. Die verscheen hierin, cameo, in de Rode Ridder. Een cameo aan het begin van het album waarschijnlijk. Je weet wel, 2019 was een heel apart jaar voor mij. Toen had ik voor de eerste keer iets direct met de Rode Ridder te maken. Dat was zo gaaf. Toen kreeg ik een rolletje als het personage Bout in de Rode Ridder. Daar heb ik natuurlijk al een speciaal vlog over gedaan. Die kunnen jullie ook bekijken op mijn kanaal. Hier als Bout. En wat zo leuk is. Is dat daarna. Na deze cameo in het album. Ik nog meer te maken had met de Rode Ridder. Dat was in hetzelfde jaar nog. Toen had ik voor de eerste keer. Met de Rode Ridder Integralen ook te maken. Want de Rode Ridder Integralen hadden te maken met de Rode Ridder Wiki. Je weet wel, mijn website natuurlijk. En die werden voor het eerst genoemd in deze Integralen. En in deze Integraal. De zesde Integraal van de eerste avontuur van de Rode Ridder. Werd mijn Wiki voor het eerst genoemd. Ja, dat vond ik toch wel heel gaaf. Een cameo is gaaf, maar dit is ook heel gaaf. Dus dit is echt heel gaaf hoor. Dat wordt echt gewaardeerd aan deze kant. Dus ja, daar ben ik natuurlijk trots op. Heel trots op. De zesde Rode Ridder Integralen bevat een link dus naar de Rode Ridder Wiki. Die vanaf volgende maand 10 jaar bestaat. En daar ga ik het ook binnenkort een vlog over doen, want dat wordt een speciaal evenement met een aantal dingen die je later allemaal zult zien en over horen. En tot nu toe blijf ik er nog stil over, maar over een maandje wordt alles duidelijk zo'n beetje. Ik doe dat waarschijnlijk in twee helften. Dus ja, dan denk je wel eens aan de hand, maar het is niet anders, want die coronacrisis heeft ook impact op mijn project. Wat ik tot nu toe allemaal over zwijg, wat dat is. En dat zal ik ook doen. Ik ga het project denk in 2 stukken om het wat meer. Of misschien wel in 3 stukken. Om mijn project een beetje op volledig te kunnen afwerken. Dus het komt sowieso in een vlog voor, mijn project. Die map die ik liet zien. Dus ja, dat is 1 ding. En ja. Dus om nog terug te gaan over de Rode Ridder Integrale 6. Dit jaar is het natuurlijk 2020. Zoals ik dus net al zei, de Rode Ridder Wiki bestaat 10 jaar vanaf volgende maand. 10 jaar werk ik al zo goed als in mijn eentje aan de website. Samen met Dr. Madlock. Wie ik zijn werk erg waardeer voor de talloze foto's aanpassingen die hij al heeft gedaan voor de wiki. Dus zijn werk wordt ook ontzettend gewaardeerd. Maar ja, deze maand kwam er voor het eerst de Biddelo Integrale editie. De eerste integrale over Karel Biddelo. En jawel, voor de 2e keer wordt mijn wiki genoemd. Oh, dat vind ik nog gaaf. Toen het de eerste keer genoemd was, vond ik het al gaaf, maar nog een 2e keer, ja, dat wordt toch wel nog meer gewaardeerd.
En dat was al ooit een van mijn dromen, dat de wiki als bron genoemd werd in een Rode Ridder item. In principe nou twee, dus dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt prachtig. Eén keer is goed, maar twee keer is dubbel zo goed. Dus hoe meer keer het wordt genoemd, dus dat vind ik prachtig. Ik heb er lang op moeten wachten om die droom in vervulling te zien gaan, maar vorig jaar, december 2019, kwam die droom in vervulling. Net als het in september 2019 mijn droom in vervulling ging, toen ik mijn cameo kreeg in de Rode Ridder. Ja, dus twee dromen zijn in vervulling gegaan van mij. Allebei in hetzelfde jaar en dit jaar gaat die droom nog verder. Ja, dat is gewoon briljant. Dat is echt briljant. Daar ben ik zo enthousiast over. Dus daar is het wel zo'n beetje. En ik koop natuurlijk dagelijks Rode Ridder artikelen. Dus dagelijks, wekelijks, laat ik het wekelijks houden. Om de zoveel weken koop ik weer wat Rode Ridder artikelen bij. Om een incomplete verzameling gewoon te zien groeien. Oh, dat is zo mooi. En hier staat iets in over de Rode Ridder. En de getekende reep Magazine 1. David Steenhuizen vertelde mij dat hier iets stond over de Rode Ridder. Sterker nog, er staan hier drie dingen in over de Rode Ridder. Maar dan moet ik nog op de wiki zetten. Dit is wel leuk. Er staat ook iets in over de integrale bijvoorbeeld. En de rest mag je zelf lezen. En anders zie je het nog wel op mijn wiki. Ik heb hier ook nog een standaard uitgeverij strips folder uit 2002. Dus daar ben ik ook blij mee. Er staat iets in over de Riddershoeve en het geheime wapen van Karel Binnenlo. Ik heb laatst ook deze binnengekregen. De culturele vereniging Spirit Temse. Van het 20-jarig bestaan destijds in 2003. Dus hierin staat ook iets van de Rode Ridder. En wat leuk is, wat helemaal leuk is. Dus kijk, ik moet het even zoeken. Wat helemaal leuk is... Oké. Jullie weten, volgend jaar bestaat de wiki 10... Volgende maand bestaat de wiki 10 jaar. En jawel, de Rode Ridder staat hier in mei. En volgende maand is het mei. Dus dit is wel leuk dat ik dit... dat dan hierbij staat de Rode Ridder in mei. Dus. En dit was dan nog eens kijken. Dit was 7 jaar voordat ik aan de wiki begon. Dus het is wel grappig dat de Rode Ridder net in mei staat. Toen ik de Rode Ridder wiki begon. Daarnaast kreeg ik ook weer een mega stripboek erbij. Die heb ik ook al bijna allemaal. Nog eentje mis ik er. En dan heb ik ze allemaal. Zet ook de Rode Ridder in. De Rode Ridder komt in alle mega stripboeken voor. Dus die heb ik ook heel veel. En dan, men vraagt zich misschien wel af, Robert, wat doe je allemaal voor de Rode Ridder en zo? Ik heb hier, dit is bijvoorbeeld nog een hele stapel aan projectmateriaal dat ik nog wil invoeren, opruimen, archiveren, noem maar op. Dus dit doe ik ook allemaal zoal. En ik ben ook nog met een project bezig over, eens kijken, over de naaktheid in de Rode Ridder albums. Maar vrouwelijk naakt mag ik niet zetten op de wiki, dat weet men ook. Maar mannelijk naakt, afgeschermd, grotendeels wel. Maar dat weet men ook. Dus in de kinderovers, mensenjacht, verborgen vesting, de verborgen vesting. De drakade is dood. De satansvrucht. Ik doe die eventjes niet in volgorde. De regensteen. De rode kogge. De judaschaal. De gods van de beer. De blauwe heks. De amazones. De witte waan. De indringers. En mijn favoriete, de duivelse poppenspeler. Maar ik heb veel van alle, zoals sommige volgers van mij op Facebook zetten, jij, alle albums van de Rode Ridder zijn jouw favorieten.
En dat klopt in principe wel. Dus, en daarnaast heb ik ook nog, kreeg ik laatst allemaal dingetjes die moet ik ook nog een plek geven. Die zijn allemaal van de kleine zondagsvriend van de Rode Ridder. Dus er valt genoeg te doen in mijn wereldje. Kleine zondagsvriend, hier ga ik ook nog een keer een speciaal vlog over doen. Dus Leg hem eventjes netjes terug, want er zijn... Je moet wel voorzichtig omgaan met ouder spul. Altijd oppassen met oudere dingen. Zo. En dan heb ik hier nog twee krantenartikelen die ik laatst ook binnen heb gekregen. Over de Rode Ridder 8x in kleur. Stond in de krant. Dit komt uit 1993. En nog een krantenartikel over Karel Biddelo. Uit het Algemeen Dagblad. De mens achter de held. Over Karel Biddelo. Dus dat houdt me allemaal wel zo bezig. Dus dit is het vlog. Ja, dankjewel voor het kijken. En ik wil even nog een speciale dank hebben aan David Steenhuizen, Ivo de Wispelaren, Martin Hofman. Dus kijk, iedereen die mijn hobby gewoon meehelpt. Ja. En volgende maand wordt heel leuk. Dus ja, daar heb ik nog eventjes in spanning wat is. Maar ik ben er vol mee bezig. En het betekent allemaal veel voor mij. Ja. Als twee dromen van je uitkomen, dan is het altijd mooi, denk ik. En als die droom dan nog een keer komt, dan is dat wel heel veel betekenen. Het betekent dan wel heel veel voor mij, dus ja. Maar ik wil die mensen toch even speciaal bedanken. En natuurlijk Fabio Bono en Mark de Genre. En gewoon eventjes... Ja, gewoon iedereen die mij helpt ermee. Iedereen die mij helpt. Iedereen die mij meezoekt naar Rode Ridder Items. Ja, ik wil zo'n beetje iedereen bedanken. Maar deze twee, die zijn toch wel heel speciaal voor mij. Naast de cameo dan. Deze twee zijn echt heel speciaal voor mij. Zoals ik al zei, de cameo is gaaf. Maar dit vind ik ook heel gaaf, hoor. Echt wel. Dus dankjewel voor het kijken iedereen en veel kijk en leesplezier. Doei!